Wij trachten echte bewoners te nemen die hun woning niet meer uit kunnen, die niet meer verbaal en non-verbaal soms ook al heel moeilijk te bereiken zijn. En die trachten wij op de lijst te zetten, dus waar de contactclowns bij op bezoek gaan. Hoe is het met u? Is hij jullie? Goed? Ja. Ja? Zie je. Zit je moe? Ja. Het is een wereld bij mensen met dementie die oneindig ruim is. En een taal waar wij in de gewone leefwereld gewoon niks van kennen, bij wijze van spreken. En het gaat hem over hoe kunnen we die wereld die zo anders is, hoe kunnen we in die wereld terechtkomen en hoe kun je daar samen iets beleven? En jij hebt plezante kaken. Oh, kun je ze voelen? Oh. We laten onmiddellijk voelen dat wij als contactclown, wij zien niet de ziekte of de aandoening. Wij zien de mens. Gewoon de mens. En de clown heeft een grondhouding en dat is volmondig ja tegen alles. Een schoen, dat kan een gieter zijn. Een tandenborstel, dat kan een stofzuiger zijn. De fantasie van iemand met dementie is immens. En we gaan erin mee. We gaan mee in de leefwereld van die persoon. En die persoon pakken we mee in onze wereld. Ze kunnen heel, heel diep dringen bij de mensen. Dat ze soms maanden niet spreken en dan ineens komt er toch iets naar boven. Dag Helijn. En ik kom daar niet van kennen. Kom dan leren, want ze kennen dat niet. We gaan toch niet bij het, nee, Helijn. Wij komen hier op bezoek. Huh? Wij komen op bezoek bij u. Jammer. Winter. Ja. Ja. Straks moeten we naar daar, hè? Straks gaan we nog hier. Ja. Wat zij bereiken met sommige mensen, dat is ongelooflijk. Veel bewoners die daarna veel makkelijker bereikbaar zijn en gemakkelijker behandelbaar zijn. Dag Arthur. Mag ik even goeiedag komen zeggen? Ja. La 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 la. La 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 eins lili malin li eins lili malin oh goed is goed.